Dinsdag 18 december 2018, de laatste gemeenteraadsvergadering voor het kerstreces, de laatste vergadering van het jaar. En men heeft nogal wat kritieke bespreekpunten opgespaard. Het werd een heel bewogen vergadering. Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Zeven spraakmakende bespreekpunten maar liefst in een marathonsessie die 12 uur lang heeft geduurd. Begon om 2 uur 's middags, eindigde om 2 uur 's nachts. En het eerste bespreekpunt was al direct een behoorlijk issue. Die verhuizing van het Leger des Heils, de dagopvang, naar het Kromhout. Bewoners daar maken zich enorm druk, maken zich zorgen dat de overlast alleen maar gaat toenemen. D66 zegt in een motie van eigenlijk moet je heel breed een visie ontwikkelen over hoe je überhaupt met die opvang omgaat. De PVV daarentegen zegt van nee, nu die verhuizing eigenlijk terugdraaien en proberen die opvang buiten de binnenstad te regelen. Klopt, er zijn natuurlijk heel veel problemen al geweest de afgelopen jaren met de opvang in het Kromhout. We vinden eigenlijk dat het beheer en de handhaving wat beter hadden gekund. En de concentratie is nu verdubbeld. Dag en nachtopvang bij elkaar. En ja, het is eigenlijk heel zeker dat die overlast alleen maar groter gaat worden. We hebben het college gevraagd om een aantal alternatieven uit te werken. Om ons ervoor per 1 maart ervoor te berichten. En ook beargumenteerd. En alleen ja, de meerderheid van de raad wilde toch over een visie gaan praten. Wij wilden eigenlijk direct gaan voor het resultaat. Een oplossen van het probleem op het Kromhout. Helaas heeft de meerderheid van de raad ons daar niet in gesteund. Omdat er geen simpele oplossingen zijn. Omdat we het hier niet alleen hebben over de nachtopvang in de buurt. Maar dat we het ook hebben over een beschermd woonvoorziening. En een aantal andere gestapelde effecten in de buurt. Moet je naar een duurzame oplossing toe. Waarbij je aan de ene kant een goede opvang hebt voor kwetsbare groepen in de stad. Die in balans is met de belastbaarheid van de buurt. Daar kun je niet zomaar een onderdeel uittrekken. Want als je zegt, we halen het hier weg, dan moet het ook ergens landen. Daar leveren dezelfde vraagstukken die je op een andere plek op moet lossen. Waar je goed over na moet denken waar dat dan landt. Zo hangen daar allerlei vraagstukken mee samen waarbij we zeggen, ga nu niet op één element eruit lostrekken en daar beloftes op doen. Maar kijk nou naar een oplossing voor de lange termijn voor je hele stad. En ontwikkel dus een visie. En laat duidelijk zijn, die visie die moet er ook op korte termijn komen. Het is niet een oproep om daar heel lang over na te gaan denken of tot uitstel. Maar kom op korte termijn tot een visie die gaat over de opvang van deze groepen voor de hele stad. De motie van het PVV om de opvang buiten de stad te organiseren heeft het niet gehaald. De motie van D66 daarentegen, een algemene visie ontwikkelen van hoe je met opvang in de stad omgaat, daarentegen wel, met grote meerderheid. En dan die bushalte bij begraafplaats Essehof. Die bushalte die er niet is en die er ook niet komt, omdat in de concessie met de nieuwe vervoersmaatschappij Q-Bus die bushalte niet is ingepland. Het college heeft een alternatief bedacht. De Essehof verzorgt zelf een soort karretje wat op en neer rijdt, op afroep, tussen de begraafplaats en de dichtstbijzijnde bushalte. Beter voor Dordt vindt dat niet een goed plan. Die zegt nee, je zou dat gewoon door de Drechthopper moeten laten doen, zolang er nog geen bushalte is op de Essehof. Het allerbelangrijkste is dat je het vervoer van personen over de openbare weg door professionals moet laten doen. En niet laten plaatsvinden door personeel van een begraafplaats of wat dan ook. Maar het is het abonnement heeft het de domweg niet gehaald. Het was een close finish, ja, klopt. Maar we zijn wel blij dat er nu raadbreed dat we erachter staan dat er gewoon daar een bushalte moet komen. En dat was eigenlijk ons doel, want nogmaals, de Drechthopper blijft natuurlijk wel een alternatief zoals we dat ook hebben verteld. Mevrouw Stolk, het busje komt niet zo. Het blijft vooralsnog een golfkarretje wat op en neer gaat rijden tussen de Crispijnse weg en de begraafplaats. Maar u heeft wel een motie ingediend die zegt, wethouder, zorg ervoor, lijn 2 moet door Nieuw Crispijn. Ja, klopt. En ik hoop dat het ook een steun voor de wethouder is om nou daadwerkelijk eens een keer een klap tafel te geven. En ook mede omdat wij namens drie partijen een open brief aan Q-Bus hebben gestuurd.
En wij hopen dat beide partijen nu eens een keer aan tafel gaan zitten en in het belang van Dordrecht kijken en niet het iedere keer hebben over aantallen. Nee, het gaat niet over aantallen. Het gaat erom dat je bij een algemene voorziening als de Esshof, de algemene begraafplaats van deze regio, gewoon openbaar vervoer hebt. En dat is waar wij voor pleiten. Ongeacht wat het kost, je hoort bij voorzieningen, bij een stad, een bus te hebben. En dan het hoofdpijndossier jeugdzorg. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdzorg. Maar vanaf 2015 werd al duidelijk, te weinig budget, tekorten die zijn ontstaan, lange wachtlijsten. Het werkt gewoon niet in de jeugdzorg. Nu is er een plan gemaakt om het allemaal te verbeteren. Een plan dat de komende 4 jaar de zaak goed op de rit zou moeten krijgen. Nou, de raad was er in het algemeen positief over. Er is een plan geschreven waarvan er commissiebreed is gezegd van, wij vinden dit een eerste goede visie op wat het lokaal jeugdbeleid zou moeten betekenen. Want eigenlijk staan er 8 lijnen in die niet meer en niet minder zeggen dat elke jongere, elk kind in Dordrecht op een liefdevolle wijze moet kunnen opgroeien. Alle kansen moet krijgen die het leven biedt en dat die vooral zonder problemen moet groot worden. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal open deuren, maar het geeft wel aan dat je een visie hebt over waar je heen wil uiteindelijk. Maar het is nog geen concreet plan. De concrete planvorming die krijgen we pas in april van volgend jaar. En dan gaan we zien of dat lokale jeugdbeleid daadwerkelijk gaat bijdragen aan de vermindering van de kosten van de specialistische hulpverlening. Het lokale plan wat er voor ligt, zeg maar, daar hebben we van gezegd dat de uitgangspunten daarvan goed zijn. Het meerjarenperspectief, zoals dat heet, hebben we niet goedgekeurd. Dus dat betekent dat we als enigste, laten we zeggen van alle 17 gemeenten, gezegd hebben dat het meerjarenperspectief wat voor ligt, niet door ons gesteund kan worden. En wat is daar precies de reden van? Dat is in ieder geval voor ons, en dan moet ik even vanuit Beter voor Dordt spreken, is de reden dat het veel te budgetair gestuurd is. Er zit helemaal geen inhoudelijke onderbouwing in. Er staat onder andere in dat bijvoorbeeld 600 jongeren geen zorg meer kunnen krijgen laten we zeggen, de budgetten binnen de kaders te houden. Dat kan volgens ons helemaal niet, want we hebben hier de jeugdwet uit te voeren. En die jeugdwet die zegt nou eenmaal dat een kind wat zorg nodig heeft, ook die zorg behoort te krijgen. Het college heeft een torenhoge verwachting als het gaat om de ambitie voor de woningbouwproductie in de komende jaren. 4000 woningen op korte termijn en dan nog eens een keer 10.000 op de langere termijn. En tot nu toe heeft men een visie ontwikkeld die met name gaat over de cijfertjes. Hoeveel procent sociale huur, hoeveel procent hele dure woningen. En gaat het wel alleen maar om die cijfertjes? D66 vindt van niet en dienen een motie in. Er moet gewoon een visie komen over hoe ziet de stad eruit. Op dit moment is er alleen maar cijfertjes over hoeveel gaan we waar bouwen, hoeveel gaan we dit bouwen, 4000 in de komende 4 jaar en dan 10.000. Maar er wordt niet gesproken van wat willen we zijn, wat voor een stad willen we zijn in 2050. En waar, hoe gaan we naar die kant op? Met wie gaan wij deze stad bouwen? Dat is natuurlijk op dit moment niet aan de orde geweest. En daar moeten wij een verandering in brengen. Dat is waar wij als D66 voor staan. Om eerst met de mensen in de stad, met de bewoners, samen te kijken van hoe gaan wij de stad van de toekomst bouwen? En wie gaat wat bijdragen? En hoe gaan we dat doen? En daar staan we voor. De motie van D66 heeft het niet gehaald. De meerderheid zegt, die cijfertjes vinden we vooralsnog voldoende. En dan ligt dus het accent met name over woningbouwproductie in het hogere segment. En de sociale sector, ja, die schiet daarbij in. En dan is het grappig dat uitgerekend in die ene wijk die al op korte termijn ontwikkeld zou kunnen worden, de Amstelwijk, waar het college graag alleen maar dure villa's zou willen bouwen, uitgerekend de grootste coalitiepartij, Beter voor Dordt, zegt, nou, probeer daar ook eens wat sociale huur te realiseren. Wij vinden dat we in nieuwe wijken ook moeten proberen een gemengde structuur op te bouwen. Dus wij bieden daar de ruimte voor goedkopere woningen om een gemêleerde wijk te creëren. We hebben aan de wethouder gevraagd om te onderzoeken wat dat doet als we wat goedkopere woningen toevoegen aan het huidige plan van het college. Om zo toch een gemêleerde wijk daar te realiseren. Die motie is met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. Dus ik ga ervan uit dat die doorrekeningen ook gemaakt zullen worden. En dat wij die als raad
zullen ontvangen. En dan de Dordtpas. De Dordtpas, dat staat al heel lang op het verlanglijstje van Beter voor Dordt. Verreweg de grootste partij in de gemeenteraad. Maar ondertussen vindt de hele gemeenteraad eigenlijk wel dat die Dordtpas er zou moeten komen. Wat is een Dordtpas? Nou, dat is een pasje dat je als iedere Dordtenaar kunt kopen. Waar staat een bepaald tegoed op? En met dat tegoed kun je bijvoorbeeld gratis van recreatieve, sportieve of culturele voorzieningen gebruik maken. Dat is een enorme stimulans, zowel voor die voorzieningen als ook om een binding te leggen tussen bewoners en de stad. Die Dordtpas is dus bestemd voor iedere Dordtenaar die hem kan aanschaffen. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen die er niet voor hoeven te betalen, maar die die pas gratis zouden krijgen. Dan gaat het om de minima, dan gaat het om mantelzorgers en dan gaat het om vrijwilligers. Er hangt natuurlijk een enorm prijskaartje aan van hoe groter de groep is die die pas gratis kan krijgen. Ja, goed, dat kost natuurlijk geld. Het probleem bij de discussie is dat de financiële gegevens vertrouwelijk zijn, geheim zijn. Dus dat de discussie heel erg moeilijk verliep. Maar desalniettemin zei D66, kijk eens naar die groep minima. Hebben we die wel goed ingedeeld? Is die groep niet groter dan we denken? Wat je nu ziet is dat de wethouder ervoor kiest om dat tot 140% van het wettelijk sociaal minimum te doen. Waarbij wij eigenlijk zeggen dat is precies ook de grens waarbij allerlei toeslagen en regionaal minimabeleid, zoals wat dan gaat over het SMS Kinderfonds en Stichting Leergeld, dat houdt daar op. Dus wat we eigenlijk zien in de cijfers is dat mensen die net iets meer verdienen dan die 140% van het wettelijk sociaal minimum. En dan moet u denken aan de salarissen van een eerstejaars leraar, een beginnend politieagent, dat die net nergens voor in aanmerking komen. En ook bij die Dordtpas zien we weer dat deze doelgroep daar dus voor moet betalen. Terwijl wij weten uit de cijfers dat die doelgroep netto minder besteedbaar inkomen overhoudt dan iemand met een bijstandsuitkering. En dat vind ik een weeffout die ik vandaag heb proberen te herstellen. Dat is bijna gelukt, maar niet helemaal. Bijna unaniem is het voorstel om een Dordtpas in te voeren aangenomen. En de bedoeling is nu dat die Dordtpas een jaar lang wordt geëvalueerd van hoe werkt dat nu eigenlijk. Welke doelgroepen komen wel en komen niet in aanmerking. En uiteindelijk wordt er dan een keuze gemaakt. En dat gebeurt waarschijnlijk pas in 2020. En dan dat hoofdpijndossier, de sportparkenvisie. Ja, het gaat gewoon niet. Wethouders, sportverenigingen, het college, de raad. Men ligt een beetje overhoop met dit plan. Er zit gewoon geen vaart in. En dat is een enorm groot probleem. D66 vond dat aanleiding om samen met de hele oppositie een motie in te dienen. Die zei van, wethouder, we willen nu een absolute deadline. En op die deadline moeten de plannen gereed zijn. Sport gaat echt aan mijn hart. En dan zie je gewoon dat er op zo'n terrein zoveel mogelijk is. En we hebben ook gezegd van joh, ga nou in het coalitieakkoord besloten, ga nou aan de slag met koepelverenigingen. Dan zien we dat de wethouder aan het begin voor het vaar mee aan de slag is gegaan. En toen is het gierend uit de bocht gevlogen. Ik denk dat wethouder Stam op zich best wel aardig bezig is. En dat hij misschien iets voor de troepen uit heeft gelopen. Maar wat voor mij gewoon evident is, is dat het niet zo kan zijn dat clubs die al meer dan 2 jaar wachten, die op ons verzoek meewerken aan een verplaatsing, dat die de dupe zijn van bestuurlijk onvermogen om tot een oplossing te komen. En dan kregen van de wethouder, ja, maar dat kost extra geld. U ondermijnt onze onderhandelingspositie. U heeft jaren gehad om te onderhandelen. Heeft tot nul resultaat geleid. Dus nu is het klaar. 1 maart voorstellen in de raad en dan gaan wij als raad gewoon bepalen wat het beste voorstel is. We hebben als VVD gezegd, eigenlijk vanaf het begin van het traject, van hier moet vaart in en met dit dossier moeten stappen worden gemaakt en plannen gepresenteerd. Nou, scenario's heb ik ergens nog vernomen. Nou, dat zien wij heel graag terug inderdaad. In zo'n motie hebben we dat teruggezien, dat de oppositie dat blijkbaar ook heel erg graag wil. Maar volgens ons is dat gegrond. En ik heb erbij gezegd dat het hoeven helemaal geen volledige plannen te zijn, maar wij willen gewoon op die datum iets hebben liggen. Wij voelen ons inderdaad gesteund en we zien dat inderdaad andere partijen van de oppositie zo'n motie hebben ingediend. Ja. Dan beoordeel je dat en dan stem je mee. Maar ik denk uiteindelijk dat we als oppositie trots kunnen zijn dat we ons poot in deze stijf hebben gehouden. En dat ze op een gegeven moment ook gedacht hebben in de coalitie, ja, wij kunnen dit, eigenlijk willen we het niet. Maar we kunnen het niet maken om tegen te stemmen. Dus ik ben trots op hoe we dat vandaag als oppositie hebben gedaan. 2018 is afgesloten. De gemeenteraad gaat met kerstreces en komt terug in het nieuwjaar 2019.
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar om de dood eenvoudige reden dat er gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden. Er een nieuwe coalitie kwam, een nieuwe oppositie dus ook. En omdat die coalitie niet zo'n grote meerderheid heeft, was de dynamiek tussen oppositie en coalitie veel interessanter dan in voorgaande jaren. We hopen dat diezelfde dynamiek zich voortzet in het komende jaar. En voor nu wens ik u, mede namens de redactie van RTV Dordrecht, ontzettend fijne kerstdagen en een heel goed begin van het nieuwe jaar. En ik hoop u volgend jaar in goede gezondheid terug te zien bij Rechtstreeks uit de Raad. Dit was het voor nu. Tot volgend jaar. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Ik constateer dat we een aantal belangrijke besluiten hebben genomen vanavond. Zoals gezegd was het de laatste raadsvergadering van dit jaar. Een raadsvergadering met daarin maar liefst 8 medenspeeches. Ik wens u alle hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. En ik zie u graag bij de nieuwjaarsraad en receptie op 8 januari. En nodig u nog uit voor wellicht een kleine, maar toch nog even een kerstborrel hiernaast in de koffiekamer. Ik sluit de vergadering.